Joker van Gamer Max, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we op Mindtopia, mensen. We zijn er eindelijk weer. Vandaag zijn we in de heel bij mijn veiling natuurlijk. Ik wil even vertellen in deze video. Mijn veiling, mensen. Ik ga hem verkopen. Wil je hem kopen? Check de vorige Mindtopia video. Daar leg ik alles uit. Hoe je hem kan kopen. Wat we ermee gaan doen. Dus check die even. Ook wil ik eventjes zeggen. Wil jij een heleboel kleding winnen dat ik zo meteen nog ga laten zien? Check eventjes een video van een paar video's terug. Hele kledingwinkel leegkopen. Die heeft bijna de 1000 likes. Nog 100 likes. Dus ja, als je... met de 1000 likes zouden we alles weg gaan geven. Dus doe even een like als je dat niet hebt gedaan daarop. En dan gaan we die in een van de volgende livestreams of zo ook weggeven. Al die kleding. Maar vandaag, het draait natuurlijk maar om één ding. Jullie zien het aan de titel. Ik heb Full Diamond gekocht. Ik ga even erheen waar ik het heb hangen. Ik heb het natuurlijk niet aan, want ik heb gewoon mijn Elytram. Ik heb dus Full Diamond Armor gekocht. De chest en leggings zijn enchanted. Als ik het goed heb, en de helm en boots zijn non-enchanted. Nou, dus Full Diamond. En ik heb het gekocht voor 1 miljoen. En ongeveer... Het was in een livestream voor de mensen die het hebben gezien. Dus heel veel mensen hebben het misschien al gezien op de livestream. Maar heel veel mensen nog niet. 1.075.000 als ik me niet vergis. Zoiets was het ongeveer. Dus ja, het was best duur. Maar ja... Ja, zo'n deal kon ik niet laten liggen. Want ja, jullie weten dat ik een gank ben gestart in de K, in de Krottenwijk, Sloppenwijk, hoe je het ook wil noemen. En ik dacht, ja, daar moeten we natuurlijk ook een heel goed crimineel setje voor hebben. Want ja, je wordt daar misschien helemaal de tering in getikt. En dan krijg je dit zo armor dat het een beetje helemaal kapot is. Dus dat armor wil ik niet hebben. Daarom heb ik die Full Diamond armor gekocht. Van een ander crimineeltje die nu ook in de gang zit. Dus wil je in de gang, dat komt in de livestream. Dus je hoeft niet aan mij te vragen, mag ik joinen? In de livestreams ga ik invites wegdoen. Dus ja, wil jij in de gang komen? Kijk de livestream vooral. Wat is veranderd? De portals zijn veranderd in Cosmopol. Oh, dan gaan we even kijken hoor. Dat is wel belangrijk. Dan moet even kijken. Hier is de politie en dan zijn hier nou de portals. Wat? Hoezo zijn die hierin? Dat zal daar ook wel iets gebouwd zijn bij de oude portals. Dat moet dan wel. Dan gaan we dan even kijken. Maar in ieder geval, ik heb dus Full Diamond gehoord. Het zijn niet normale diamond. Het is met een beetje een andere, ja, een beetje van de unique. Ik ga het zo meteen laten zien. En, ik zie het al, mensen. Ik zie het al. In ieder geval, laat even achter wat je ervan vindt dat ik dat heb gekocht. En, vinden jullie het waard of niet waard? Ben ik best wel benieuwd naar. Ik vind het waard. Het is 250.000 per stukje, ongeveer 260.000. En ik heb iets meer betaald. Wat, ze hebben hier een haven gebouwd. Wat? En hier... Hier... Wow, wat doen we hier? Gekkies. Drukt hier. Nou, hier gaan ze dus een nieuwe centrale bank. Huh? Wat is daar dan? Dan is daar ook weer wat weg. Ze zijn alle gebouwen in het verplaatsen of zo. Daar ben ik ook wel heel benieuwd. Dan ga ik ook even kijken. Trouwens, ik moet even kijken of ik de staatsloterij heb gewonnen. Ik denk het niet. Want ja, deze loterij is dik scam, zoals je de vorige keer had ik zien. Even kijken, staan er ergens de uitslagen? Ik zie... Hoe kan ik nou weten of mijn lot... Huh? Oudejaarstrekking. 361 green. 361 green. Oké, dat gaan we onthouden. 31... Wacht, nee, we gaan het even typen. Dat kan ik zo meteen nog een keer doen. 361 green. Nou, ik weet niet of ik gewonnen heb. We zien het wel. Oh, misschien staat er ook iets anders nog op. Nee, staat er niet op. Nou, 3, 6, 1, green. Oké, we gaan kijken of we gewonnen hebben. Ik ga jullie nu het diamond setje showen, mensen. Als jullie het altijd... Dan moet ik eigenlijk nog kijken met F5 gewonnen. Nou, doen we dat straks, aan het einde van de video. Wat er allemaal gekomen is. Allemaal nieuwe dingen dus hier. Ik heb geen idee wat ze allemaal bouwen zijn. Zoals je ziet, ik ben ook level 19 geworden. Na een tijdje eindelijk weer eens een keer... Een level up, maar dat werd natuurlijk een tijd, aangezien ik een jaar lang geen level check heb gedaan, letterlijk. Dat is ook super nice. Nou, we zijn er. En, dat is verkeerd. Hop. Ho. Ho, dan zag je hem al. En daar hangt die, mensen. Daar hangt die. Het is Bluestone Boots. Nether Enchanted Leggings met Protectie 2 en Torrents 1. Dus als mensen mij steken of zo. Als ze mij steken, dan krijgen ze zelf ook een hit. En dan krijgen ze zelf ook damage. Dus het is eigenlijk kapot dom om mij te gaan hitten met dit gear. Torrents 1, Protectie 2. Hier ook Protectie 2. En Torrents 1, Legendary 4 item, mensen. Holy shit, supergoed. En natuurlijk ook de Bluestone Helmet. En dit is gewoon Full Diamond.
Ik kan de texpack wel even afzetten, maar deze hebben maar niks uit. Dit is gewoon full diamond. Ja, dit is dus enchanted diamond. Ik kan het ook laten zien. Even kijken, doe ik dit even uit. Hop, 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 hop. Kijk, en dan zie je ook dat de hele balk van die kleding boven mijn hartjes vol is. En als ik dit setje aandoe, dan is dat maar voor een heel klein deel, aangezien dit ladder is. Maar dit heeft dus de volle protectie, super tof. Nu ben ik keisterk in de, ja, in de sloppenwijk. Dan doe ik het even, dit hier, kijk. Kijk, zo moeten we erbij staan. En die, nee, wacht, zo. Zo, kijk, zo zijn we een echte crimineeltje in die sloppenwijk. Kijk, zo ga ik daar rondlopen met mijn mals aan het schild. Met de wapenstok en dan map we af en toe gewoon een paar mensen. Hop, 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 hop. Als ze irritant gaan doen. Dus dit heb ik gekocht voor 1 miljoen. Ik had even typen 1.075.000 euro. In de livestream. Maar dat hebben jullie natuurlijk wel veel mensen gemist. In ieder geval, we hebben deze setje nog. Ik heb altijd nog 4 van mijn eigen hoofden. Als je ze hebt, ze zijn echt zeldzaam. Want ze zijn echt amper mee te krijgen. Ik vind ze nog steeds fucking mooi. Dikke durp. In ieder geval, dit is dus een beetje mijn criminele setje dus. Dan weten jullie dat ook weer. Hop, doen we deze even snel terug. Ik had natuurlijk al deze diamond chest, maar dat hoort natuurlijk bij dit setje. Dus dan ga ik hem niet erbij doen, laat ik zo zeggen. Nou, in ieder geval, ik trek hem weer even uit, want ik ga er niet even mee hier op straat lopen. Dit is veel chiller. Even kijken, en dan hangen we het weer even mooi op. Kijk, hoppa. Vooral die torrents, dat is echt super chill, mensen. Dat is... Wacht, dit is legendary 4 en wat is dit? Een 3, oké. En dit is ook een 3. Wat is die helm dan? Die helm is ook een Legendary 3. Oké, dat is alweer van seizoen 2. Dat is al een tijdje geleden. Dus het is ook best wel wat waard nu, denk ik. In ieder geval, we hebben dus full diamond gekocht voor 1.075.000. Laat achter wat je ervan vindt. Of het een goede set is. We hebben natuurlijk nog wel best weinig geld over. Ja, alsnog veel. Maar ja, voor mij best weinig, laat het zo zeggen. Dus laat achter wat je ervan vindt. En dan ga ik nu eventjes kijken wat is allemaal in Cosmopolitan veranderd. Ik ben best benieuwd. Want misschien is er iets super tofs wat we nog niet weten. En dan hebben ze hier dus die hele haven veranderd. Oh, hier is die brug. Daar staat I am Cosmo. Oh mijn god. Dan hebben ze hier een hele havenrand gemaakt. En dan ben ik benieuwd wat ze hier... Wow. Dit is een heel groot plot wat vrij is. Plot info. Nou, er is nog geen plot gemaakt. Hier wel. Nee, ook niet. Hallo, gewoon Jesper. Oké, hier was de oude centrale... Hij is ook weggehaald. Ben ik benieuwd waarom ze dit nou niet zouden sluiten. Deze brievenbus kan je letterlijk sinds... Tot Mindtopia open is openen. Dat hebben ze nog nooit gefixt, deze brievenbus. Maar ja, dat heeft ook geen zin. Want het is gewoon een... Ja, letterlijk een parkeergarage met een lantaarnpaal ervoor. Zo goed hebben ze... Zoveel gebruik je dit. Het is nog nooit gebruikt voor iets, dus... Ja. Dit is gewoon weg. Het is gewoon... Wat? Het is gewoon weg. Oké, ik weet niet wat ze hier gaan maken, maar... Dit is ook al plat. Ze maken echt raar dingen hier, Cosmopolitan. In ieder geval, de centrale bank is dus verplaatst. Vraag me niet waarom. Ik zie wel heel veel staf hier, dus ze zijn druk aan het bouwen. Stockmarket staat er ook nog steeds. Tips en tricks, staat er nog iemand op plot hier? Nee, er staat ook niemand meer op plot. Heel raar allemaal, ik ben... Oh shit mensen, ik ben het helemaal vergeten. Ik ben het helemaal vergeten mijn loten te checken. Oh mijn god, ik was zo enthousiast over het diamond aan het praten. Waarschijnlijk hebben mensen me nu al gecomment. Max, je bent vergeten de loten te checken. Ik dacht er net aan toen ik de loterij zag. Dus gelukkig. We gaan even snel terug. Gaan we nog even kijken. We hebben nog even de tijd. Ik was het helemaal vergeten, mensen. Oh my god. Nou, dan gaan we even snel een kijkje nemen. Of we hebben gewonnen. Wat was het alweer? Ja, dit was het. Oké. Okay. 3, 6, 1 groen. Nou, we hebben gewonnen. Ik denk het niet. Want ja. Ik ga het naar de verkeerde. Oh my god. Oké, waar staan mijn loten? Oké. Okay. Wat? Huh? Het staat erin natuurlijk. Oh my god. Oké. Okay. 777, nee, niet gewonnen. Zo, 5000 euro weg. Nee, 1. Wat was het nou? 361 green. 361. Nee, ook niet goed. Geen één cijfer.
1, 2, 5 blue. 6, 6, 6 red. Ah, hij heeft niet gewonnen. 7, 1, 7 blue. Nou, ik heb dus letterlijk helemaal niks gewonnen. En, weet je wat we met die boekjes doen? Hey. Doei met je stomme boekjes. Nou, ze liggen hier even op de grond nu. In ieder geval mensen, dat was dus. Ik heb helaas niks gewonnen bij de loterij. Maar ja, dat hadden we al verwacht. Aangezien de kans dat je wint echt heel klein is. Dus voor mij mocht dat loterij dingetje wel een beetje veranderen naar een fatsoenlijke winkans. Want ja, dit is eigenlijk een beetje onmogelijk. Of je moet ook per nummer winnen. Maar ja, dat is ook weer zoiets. In ieder geval mensen, dit was dus de video. We hebben dus full diamond gekocht. We hebben een beetje gekeken naar nieuwe dingetjes hier, Cosmopolitan. Het is vroeg voor mij. Dus ik heb een paar foutjes gemaakt en ik was vergeten de load te checken. In ieder geval doe een like als je het leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat niet gedaan hebt. En dan volg me ook even op Twitter. En vergeet natuurlijk niet de vorige video te checken van de veiling als je er interesse in hebt. En check eventjes de kledingwinkel leegkopen video. Als ze dan 1000 likes halen, ga ik dat allemaal weggeven. Dat ligt trouwens ook nog in de kist. Dat ben ik ook lekker vergeten. Het gaat goed vandaag, mensen. Het gaat echt goed vandaag. Ik vergeet gewoon twee keer iets. Ik zeg iets in het begin van de video. En dan vergeet ik het te doen in de video. Ja. Het is vroeg voor mij. Ik ben al een aantal uurtjes wakker. Dus daardoor komt dat, denk ik. Nou, we gaan nog heel even snel kijken wat jullie kunnen winnen als jullie de 1000 likes halen. En dan gaan we er echt mee stoppen voor vandaag. Willen jullie trouwens dat ik vaker per week Mindtopia ga uploaden? Dus laat het ook achter in de reacties. Misschien 2-3 keer. Even kijken, hier ligt het. Ja, willen jullie dit winnen? 1000 likes op de video. En dan, dit was het echt. Hopelijk ben ik niks vergeten weer te zeggen wat ik had gezegd in het begin. Bedankt voor het kijken. Doe een like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Doei!